Sinds begin dit jaar is Wouter Kostjes weer in het land. Het zou een goede quizvraag zijn. Bij welke club heeft hij de voorbije 18 maanden gezeten? Anderhalf jaar geleden, in de zomer van 2015. Ik zat toen nog bij Gent. Ik had nog 1 jaar contract, maar ja, daar moest ik weg. En dus waren we op zoek naar een club, maar ik had wel tegen mijn manager gezegd van ik zou het liefst eens naar het buitenland gaan. Ik had er toen 10 jaar in de Jupiler Pro League op zitten en ik had een beetje een nieuwe uitdaging nodig. En toen kwam die aanbieding uit Griekenland en daar klopte het volledige plaatje wel voor mij. En gewoon de stap gezet, niet te veel over nagedacht. Dat was zaterdag telefoon gehad en maandag zat ik op de vlieger en dinsdag getekend. Dus. Panetolikos was trouwens de naam van die Griekse club. Alleen sportief was het een persoonlijke ontgoocheling. Amper 73 minuten heeft hij gevoetbald op anderhalf jaar tijd. Soms is voetbal ook een beetje politiek. En ik heb pech gehad om vrij rap een zware blessure op te lopen. Ik was 4 maanden uit met een voetbreuk. En in die periode was er ook een trainerswissel. En ja, de nieuwe trainer moest niet zoveel weten van de transfers van zijn voorganger, onder wie ik. En dus ja, was het voor mij heel moeilijk om in de ploeg te knokken. Als je niet speelt en je zit in het verre Griekenland, wordt niet over je gepraat. Hè. En ik denk dat er nog jongens, denk aan Dennis Praat of zo, die naar Italië gaat en zit ook een tijdje op de bank en dan wordt er ook weinig over hem gepraat. Hè. Dus ik was blij met de kans die Lommel mij bood en ik ga het gebruiken om mezelf terug op de kaart te zetten in België. Ik had de indruk dat men mij een beetje uit het oog was verloren hier. Tom van Imschoot, de trainer hier, die kent me nog van vroeger. We waren vroeger ploegmaats in Westerlo. Die contacteerde mij of ik het zag zitten om Lommel te helpen zich te handhaven in 1B. Een belevenis is het wel geweest. Sowieso klasseert Kostjes zijn verblijf in Griekenland als een verrijking. Als ik hier na de training om 7:30 door het centrum van Lommel rijd, ga ik niemand meer tegenkomen. Daar ja, is iedereen op straat en op café en een koffie drinken. En dus ja, ik vond dat had wel iets. Ja. Ze hebben veel minder als wij en toch zijn die mensen gelukkig. In februari wordt hij 30, Wouter Kostjes. De voormalige jeugdinternational heeft een duidelijke visie ontwikkeld op het Belgische voetbal. Ik vind dat clubs meer moeten durven om eigen jeugd kans te geven. En niet bij iedereen gaat het direct goed lopen. Zoals een Tielemans, ja, die speelt zijn eerste match alsof hij al 100 matches speelt. Maar dat zijn jongens die soms een half jaar nodig hebben of een jaar. Maar je moet dan volhouden, vind ik. Dan gebeurt te weinig. Bijna 200 matchen eerste klasse voetbal heeft Kostjes op de teller staan. Hekkensluiter Lommel United ontvangt hem dan ook met open armen. Ik probeer nu gewoon Lommel te helpen en mezelf terug te laten zien. Ik zie het ook een beetje als mijn taak om de jongens terug mentaal op te kikkeren en terug meer geloof in hun eigen te geven. Want zoals ik al heb aangehaald, kunnen echt wel voetballen hoor. Dus dat is een beetje mijn taak de komende maanden.